Hoi, ik ben Marianne. Welkom op mijn YouTube-kanaal. En vandaag ga ik jullie uitleggen hoe dit pennetje werkt bij Diamond Painting. En ook wat Diamond Painting is. En ik ga elke week een filmpje plaatsen met mijn vordering van deze Diamond Painting. Ik ben er voorlopig nog niet mee klaar. Zoals je ziet is het een hele grote. En wat het wordt, dat ga ik ook nog niet vertellen, want dat wordt dus nog een verrassing. Denk jij nou te weten wat het gaat worden? Reageer dan even onder mijn video. Nou, het pennetje, daar had ik inderdaad een vraag over gekregen. Van hoe werkt dat nou en vooral ook hoe werkt het wax? Ik hoorde van een vriendin van mij, die gebruikte deze om de kraaltjes op het werk te zetten. Maar ja, dat is natuurlijk niet erg handig. Ik gebruik deze eigenlijk alleen maar als iets schuin is of om het op te pakken. Ja. Dit werkt als volgt. Je hebt de wax. Laat altijd dat plastic, laat het er altijd overheen zitten, zodat het vrij blijft van stof. Dit pennetje, dat druk je op de wax. Zo. Zodat in het gaatje van het pennetje een beetje wax komt te zitten. En dan kan je dus heel makkelijk de diamond kraaltjes oppakken, zeg maar. Oh, moet ik dat goed doen? De diamond kraaltjes oppakken. Zie je? Hoe werkt de diamond painter nou? Ik ga hem proberen wat dichterbij te halen. Hier zie je dus allemaal letters, soms ook cijfertjes. En deze cijfertjes corresponderen met een kleur. Hier zie je dus de kleuren. Het cijfer 3842 is bij mij de letter N. En ik ga even aanwijzen zodat je ziet waar die bij mij op het bord is. Je doet de kraaltjes op dit groene bakje. En het is kleur 939. Die heb ik hierin zitten. En die gooi je erin. Daarna schud je het bakje, zodat de kraaltjes in de gleufjes vallen van het bakje. Van die ribbeltjes. En dan liggen ze eigenlijk bijna allemaal meteen goed. Nou, die leg je ervoor neer. Op een diamond painting zit altijd papier. Dat haal je er voorzichtig af. En probeer ook niet meteen een hele grote vlak weg te halen. Want dan komt er stof op en dat is natuurlijk zonde. Nou, ik ga nu dit stuk doen. Dit is de J. Dit is ook de J. En dan pak je hem dus op. Met je pennetje, waar dus de wax op zit. En dan plaats je het op de J. Je drukt hem maar gewoon op. En omdat dit dus plakt, gaat het dus van je pennetje af op je werk. En dat ga je dus gewoon de hele tijd doen. Tot je eigenlijk niks meer op die plek ziet waar, waar dus de J dus niet meer zichtbaar is. En soms zie je ook eentje over het hoofd. Maar dat is natuurlijk geen probleem, want ja, dan pak je hem gewoon later nog een keer. En zo ga je dus aan het werk. In deze hoek is de J bijna gedaan. Ik zie alleen dat ik even nieuwe kraal erbij moet pakken. Want mijn bakje was leeg, dus die ga ik even bijvullen. Spain, we like how we were.
Nou, dan doe ik het bakje doe ik weer dicht. Dan heb ik ze in ieder geval alvast bijgevuld. En dan ga ik weer verder met de J. Nou, wat ik nu ga doen, ik zie geen grote vlakken meer met de J. Ik heb nu nog wat kraaltjes heb ik over op mijn groene bordje. Wat ik nu ga doen is goed kijken met een lamp of ik op dit vlak nog een J ergens tegenkom. En die ga ik dan ook doen. Nou, hier zie ik er nog 3. Dus die pak ik meteen mee voordat ik de J opruim. En aan mijn volgende kleur ga beginnen. Ik ga natuurlijk dit videostuk ook versnellen. Ik ben nu bijvoorbeeld al ruim 23 minuten bezig met dat kleine stukje. Zo kan je dus ook zien hoe lang je bezig bent met een diamond painting. Nou, goed speuren, goed alles afkijken of ik nog ergens een J tegenkom. Ik zie geen J meer, dus wat ik dan doe is het meteen teruggooien in het bakje. Want anders weet ik straks niet meer welke kleur kralen dit zijn. Ik gooi ze meteen weer terug. En dan ga ik met de volgende kleur beginnen. En dan check ik dus inderdaad, dan kijk ik naar, oké, wat is nu de kleur die het meeste voorkomt? Nou, de P is de 3808 en die ga ik dus nu in mijn bakje doen. Rond deze video af. Ik ga hierna nog een video maken. Wil je weten wat ik in die video doe? Ga dan even naar die video toe en abonneer je even op mijn YouTube kanaal. Vond je dit nou een leuke uitleg over het pennetje? En vind je het leuk om te weten wat ik nu aan het maken ben? Blijf mij dan alsjeblieft volgen. Ik maak ook allemaal andere dingen zoals paracord armbanden, shambhala armbanden. Wil jij weten hoe ik die maak? Abonneer je dan even op mijn YouTube kanaal. Kijk even naar mijn andere video's. Ik teken ook, dus ik ben eigenlijk gewoon heel erg creatief. Vind je het leuk om mij te volgen? Dan hoop ik dat je dat gaat doen en dat je je abonneert dus op mijn kanaal. Doe dan ook nog meteen even een duim omhoog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.